Zondagavond, 6 uur, de Kuip in Rotterdam. PSV tegen Ajax, de bekerfinale. Hier bij Voetbal International zijn we al volop aan het vooruitblikken op die wedstrijd. Ja, en uiteraard kan Freek Jansen, onze Ajax-watcher, je dan niet ontbreken. Want Freek, er was vandaag een persconferentie van Erik ten Hag. En ik kan me zomaar voorstellen dat het niet alleen over PSV-Ajax ging. Nee, dat kon je inderdaad terecht zo voorstellen, ja. Nee, daar ben ik nu net van terug. Het was aan het einde van de ochtend in de arena met de KNVB-beker die daar op een mooie verhoging stond. Maar het ging inderdaad de eerste paar minuten ging het over alles behalve de KNVB-beker. En vooral over Ten Hag en over de toekomst en over Manchester United. En eigenlijk alle vragen die we vooraf al hadden verwacht werden gesteld door alle media. En de antwoorden waren ook precies wat we hadden verwacht. En dat is dat Ten Hag helemaal niet zoveel kwijt wilde. En ja, wel hier en daar een antwoord probeerde te geven. Maar vooral kwam het neer van, ik ben in dienst van Ajax. Ik dien Ajax. En ik ben bezig met Ajax. En ik focus me op Ajax. En al het andere richting de toekomst is voor later. Dus hij liet, zoals verwacht, daar helemaal niet zoveel los. En vind je dat logisch als er zoveel om de trainer speelt? Of had hij het misschien beter aan gedaan om wel iets te vertellen en dat het onderwerp dan even in de ijskast gaat? Nou, ik vind het voor nu logisch. 2 dagen voor de bekerfinale bij een persconferentie met een speler erbij die helemaal over de bekerfinale hoort te gaan. Echt als voorbeschouwing erop vind ik het logisch. Ik denk dat een maand nog wel heel lang is. Het is nu 15 april. 15 mei is de laatste wedstrijd van Vitesse Ajax. Ja, ik denk zolang je dat is een maand is lang. Als je al die weken nog bij elk persmoment en bij elk moment dat je voor de camera verschijnt, eigenlijk, liegen niet, maar wel de vragen moet gaan ontwijken. Ja, weet je, dan zou je bijna denken, joh, na komende zondag kies Brim komende week even een moment uit waarin je zegt, nu mogen alle vragen gesteld worden, dan is het daarna klaar. En dan kan iedereen weer overgaan tot de orde van de dag. Zo werkt het vaak ook wel in ons vak. Zo opportunistisch is het. En nu blijft het boven de markt hangen. Er was ook een Engelse journalist. Die was gisteren bij PSV Leicester geweest. Op terugreis richting Schiphol. Wipte hij nog even binnen in de arena. En dat ga je meer krijgen. De Engelse journalisten die vliegen naar Nederland. Die maken reportages hier. En die hopen allemaal op de eerste quote van Ten Hag over United. Nou ja, maar goed, als dat Ten Hag ligt, dan duurt dat zeker nog wel een maandje voordat hij daar überhaupt iets over gaat zeggen. Dus ik verwacht het niet. Ik verwacht niet dat hij komende week openheid van zaken geeft. Ik denk Ten Hag kennende dat hij gewoon zegt, joh, ik bepaal het moment. En dat is als ik klaar ben bij Ajax, klaar met dit seizoen en niet eerder. Nou ja, en tot die tijd zullen wij met z'n allen die vragen denk ik gewoon blijven stellen. Want dat hoort erbij. Dat is ons vak, Freek. Laten we dan toch ook maar even over die bekerfinale hebben nu we hier toch zitten. In Eindhoven gisteravond ging het over heel andere zaken. Collega Marco Timmer stond er voor een camera. Toch vooral de teleurstelling rondom de Conference League. En heb ik een stukje van de persconferentie van Ten Hag meegekregen. En ja, Ajax, de beste trainingsweek van het seizoen. De beste trainingsweek van het seizoen? Zo noemen, nou, niet eens van het seizoen. Sterker nog, Ten Hag noemde het de beste trainingsweek in zijn tijd bij Ajax. Dan heb je het over 4,5 jaar, waarbij hij met spelers als De Ligt, Ziyech, noem alles maar op het trainingsveld stond. Maar dit was de beste trainingsweek in al die tijd. Ja, beetje, is ook een beetje de holle kreet waarmee je ook hun aandacht een beetje wil afleiden. Ik geloof wel dat ze uitstekend getraind hebben hoor. Maar goed, daar heb je uiteindelijk helemaal niks aan. Als je komende zondagavond om 6 uur aan die aftrap staat, dan moet het gebeuren. Dan gaat die bekerfinale. Dan speel je om een prijs. Maar wat jij wel schetst, is het gigantische contrast tussen beide clubs richting de bekerfinale. Ajax had afgelopen zaterdag de laatste wedstrijd gespeeld van Sparta won. Nou ja, daarna inderdaad echt een hele normale trainingsweek qua intensiteit kon gaan afwerken. Helemaal kon toeleven naar die bekerfinale. En PSV dat gisteravond nog in actie kwam. En dat was eigenlijk exact hetzelfde vorig jaar, maar dan andersom met Vitesse en Ajax, de bekerfinale. Toen werd Ajax op deze dag uitgeschakeld in Rome. En dan moesten ze terugvliegen naar huis. En een paar dagen later was de bekerfinale tegen Vitesse. Die uiteindelijk door doel van Neres werd gewonnen. Toen vroeg ik ook aan de dag van, joh, wat is daar in het geheim? Wat zijn dan dingen waardoor je dat kan omdraaien? Toen zei hij, ja, een redelijk gevat antwoord van, ja, dat ga ik hier niet zeggen, want dan maak ik PSV wijzer dan dat ze zijn. Maar het geeft wel aan dat je het wel kan omdraaien natuurlijk, ook al word je uitgeschakeld in Europa. Maar aan de andere kant is dat het voor Ajax natuurlijk heel prettig is, dat je in alle rust kan toeleven. En dat laat ook wel de blessure-update zien, hè? Dat is het andere belangrijke dat uit de persconferentie naar voren kwam. Lisandro Martinez is terug, is fit, kan spelen. Nusayir Mazraoui is weer helemaal terug, fit, kan spelen. Dus dat is heel belangrijk, helemaal als je Ajax van de laatste weken kijkt hoe verdedigend kwetsbaar ze zijn.
dan is het natuurlijk fantastisch nieuws dat je met Mazraoui terug, dat je Timber, Martinez een centraal duo binnen linksback, dus dat je gewoon de vertrouwde vier achterin kan opstellen. En enig vraagteken is Tagliafico, die viel natuurlijk uit met een vleeswond op zijn voet tegen Sparta en die gaan ze vandaag en morgen nog testen. Maar mocht hij fit zijn, dan verwacht ik hem sowieso niet in de basis. Ja, dan is de achterhoede redelijk normaal, maar wel een verandering volgens mij. Want jij kwam gisteravond met het bericht dat Maarten Stekelenburg op doel staat en niet André Onana. Precies, dat is inderdaad ook, ik denk voor een deel van de aanhang positief nieuws. Het wordt wel echt richting het kookpunt hoor, de situatie rond Onana en ook de kritiek op Onana. Nou ja, dat had natuurlijk ook alles te maken, niet alleen met zijn keeperskwaliteit de laatste weken, maar ook een beetje met zijn gedrag eromheen richting de supporters in het interview, waarin hij tot een paar keer toe wel heel erg wilde benadrukken dat hij echt lak aan had aan alles en eigenlijk alleen nog voor zichzelf in Amsterdam was. Ja, dat combineren, maar ik denk vooral zijn optreden binnen de lijnen, daar heeft de nacht naar gekeken. Ja, dat is gewoon al zo lang geen zekere factor meer. Dat is zo kwetsbaar. Het is geen zekerheid onder de lat en dat doet Ten Hag besluiten om een wissel door te voeren. En dat houdt in dat Stekelenburg na maanden blessure leed, de operatie aan zijn lease en de helemaal lang revalidatietraject weer terug is. En komende zondag de bekerfinale gaat keepen. En nou ja, ik denk als dat na tevredenheid gebeurt, dat hij dan ook die resterende 5 duels in de competitie onder de lat zal staan, zolang Pasveer niet hersteld is van zijn vingerblessure. Ja, we kunnen even gaan kijken. We hebben Erik ten Hag die wat vertelt over de situatie van Onana. Is Onana nog Ajax-ziet? Zeker. Is het waar dat Stekelenburg aanstaande zondag gaat keepen? Ik maak nooit de opstelling bekend 2 dagen voor wedstrijd of een dag voor wedstrijd. Zondag zullen jullie het zien. Maar wat is er aan de hand met Onana? Nou, hij is denk ik niet in zijn beste vorm. Ben je teleurgesteld in zijn houding of gewoon in zijn spelen, in zijn vorm? Kijk, de dingen die ik wil bespreken, die bespreek ik met André en niet met jou of met iemand anders van de media. Dat zijn duidelijke uitspraken in dit geval van Erik ten Hag. Stekelenburg natuurlijk wel heel lang niet gekiept, Freek. Is dat nog een zeker risico of zeg je ervaren doelman, die staat er wel? Nou ja, dat klinkt ook heel flauw. Dan lijk ik bijna ten Hag, maar daar kunnen we pas zondag rond een uurtje of 7:45 of misschien met verlenging 8:30 pas wat zinnigs over zeggen. Ervaring, ja, die heeft hij natuurlijk gigantisch veel. 39 jaar, nou, WK's, noem alles maar op. Alles wel meegemaakt. Toch ook zijn carrière niet willen opgeven na zijn blessure. Toen was ook de vraag van wil hij überhaupt terug of is het gewoon klaar nu met hem? Nee, hij moest en zou terugkomen. Dus dat geeft ook wel zijn gretigheid aan. Zijn herstel ging in de laatste weken ging het opvallend snel. Hij liet zich ook op trainingen goed zien. Dus ja, op basis daarvan kun je de keuze maken. Hij is er klaar voor. Maar tegelijkertijd is natuurlijk, ja, dat laat Onana zelf ook zien. Als je er een tijd uit hebt gelegen, wil het niet zo zijn dat je, als je terugkomt, dat je direct weer status keeper. Dus ik denk dat dat ook wel per keeper verschilt. Met Onana onder de lat neem je een groot risico op basis van wat hij de afgelopen week heeft laten zien. Met Stekelenburg neem je ook een bepaald risico omdat hij inderdaad al maanden niet gekiept heeft. En dan had je nog Goorten gehad met zijn jeugdigheid. Dus ja, het is kortom niet de ideale situatie. Maar ja, dat geldt voor beide ploegen. Hè. Die komende zondag in de bekerfinale staan. Zo is dat. PSV mist ook aardig wat spelers. Ze hebben ook een keeperswissel doorgevoerd. Bij Ajax natuurlijk geen Anthony. Is de verwachting gewoon, zoals we meestal kunnen invullen, buiten Hag, Berghuis aan de zijkant, Klaas op middenveld? Ja, inderdaad. Ik wacht gewoon Alvarez, Gravenberg op middenveld met Klaas op 10. Berghuis vanaf rechts. En dan Allea en Tadic vanaf links. Dus dan heb je een redelijk vertrouwde naam, wat je zegt. De keeperspositie, dat is de enige wat echt opvallend is. De rest is door de blessure van Anthony vrij simpel in te vullen. Ja, en dan is het de finale. Nou ja, daar kijkt iedereen naar uit. Dat is geweldig. Hè? Eerste paasdag, fantastisch weeropkomst. Uitverkochte Kuip, de helft PSV, de helft Ajax. Ja, kan alleen maar een fantastische finale worden. En de vierde keer dat ze elkaar treffen dit seizoen. Zeker, zeker. Is het, ik bedoel, Ajax wil altijd meer. Hè? Ajax wil tegenwoordig overwinteren in de Champions League. Ajax moet landskampioen worden. In hoeverre merk je dan dat de KNVB-beker ook echt een hoofdprijs is? Nou, nee, het is geen hoofdprijs voor Ajax. Dat is toch gewoon niet. Want landstitel, dat is de hoofdprijs en de enige hoofdprijs die telt. En ook richting alle miljoenen die daardoor binnenstromen. Plaats ik direct voor de Champions League. Daar gaat het om in Amsterdam. En de beker is wel onder Ten Hag echt gaan leven hoor. Daarvoor was het ook lange tijd dat Ajax niet in de bekerfinale stond. Of dat het een beetje bijhing. Ten Hag heeft heel erg simpel gesteld. Een prijs is een prijs. En ik wil alle prijzen bij Ajax pakken. Nou, dat is hem
bijna gelukt in de periode. Alleen de Johan Cruijffschap begin van het seizoen, die ging natuurlijk naar PSV toe. Dus ja, dat, op dat vlak kan er ook nog revanchegevoelens leven natuurlijk aan de Ajax kant. Maar ja, in de competitie won Ajax weer 2 keer, dus dat is de andere kant op ook. Dus ja, nee, kortom, dit is een prijs en die wil Ajax pakken, maar een hoofdprijs is het niet, nee. Nee, nou, aan tafel zat Dusan Tadic ook, de captain van Ajax. Ja, pak schaal, pak beker. Je kunt er een podcast naar vernoemen volgens mij. die wil alles winnen, hè? Ja, die wil alles winnen. En dat zit ook wel een beetje in deze ploeg, hoor. Of je nou Davy Klaassen spreekt of Daley Blind of Tadic. Het is het zo. Je hebt het gevoel, ze hebben de afgelopen jaren al zoveel prijzen gepakt. Maar die honger is niet gestild. De jacht op prijs, die zit zo diep. Nou ja, en dat geeft ook wel, onder het spel de afgelopen weken natuurlijk helemaal niet goed was, genoeg op aan te merken viel, was wel die gedrevenheid en die gretigheid om toch ook de mindere wedstrijden over de streep te trekken. Ja, die zit gewoon heel diep bij Ajax. En dat merkte je ook wel de afgelopen weken natuurlijk. Ja, nu waren die wedstrijden tussen Ajax en PSV, we hebben ze geanalyseerd hier met Pieter Zwart. Het waren rare uitslagen, maar wedstrijden waarbij de teams best wel dicht bij elkaar stonden. Hoe verwacht jij dat komende zondag? Ik verwacht dat ook. Ik verwacht ook. Het fysieke aspect ligt natuurlijk bij PSV. Dat hele korte tijd heeft tussen de wedstrijd van gisteravond en zondag. Dat is het voordeel van Ajax. De echte vorm van de laatste weken heb je het gevoel dat die wat dichter bij PSV ligt dan bij Ajax. Ja, de ploegen hebben elkaar zo weinig ontlopen. Johan Cruijffschaal won PSV dik in de beker in Amsterdam, of in de competitie in Amsterdam won Ajax dik. Nou ja, en die wedstrijd met de bekende bal van Daley Blind wel of niet over de lijn, die was natuurlijk van cruciale doorslag in die wedstrijd in Eindhoven. Dus het verschilt elkaar niet veel. En dat verwacht ik ook komende zondag. En dan wordt het echt een superboeiend voetbalgevecht tussen echt wel de twee, nou ja, Ten Hag zei terecht, de twee beste en clubs van Nederland van dit seizoen. Die nemen tegen elkaar op. Dus ja, een mooie affiche is niet mogelijk. En ik hoop dat we zondagavond getrakteerd worden op een echte finale. Ja, tot slot. Denk je dat het bij Ajax ook wel een beetje leeft van PSV heeft nu een tik gehad in die Conference League. Dan treffen ze elkaar natuurlijk in die bekerfinale. Ze strijden ook nog met z'n tweeën natuurlijk om die landstitel. Maar dat je PSV 2 tikken in een week kan geven, eerst door Leicester en dan door Ajax zelf. Dat je misschien daarmee PSV wel het laatste tikje geeft en dat ook de weg naar de landstitel dan verder open ligt? Is een goede vraag. Ik denk dat spelers niet zo ver denken. Nee, die spelers denken, we spelen zondag een finale in de Kuip, die willen we winnen, dan hebben we een prijs. En dan een week later wacht de wedstrijd tegen RDC en dan gaat de titelstrijd verder. En die spelers die hebben geen geheimen voor elkaar, die kennen elkaar door en door, die zijn elkaar al 3 keer 90 minuten tegengekomen. Dus nee, die zullen vol voor die beker gaan en dat je, het gevolg is dat je daarmee een tik uitdeelt. Dat kan. Aan de andere kant, volgens mij was het 2011 dat Twente de beker won van Ajax. En een week later de kampioensfinale in de Eredivisie tussen Ajax en Twente op het programma stond en Ajax won. Ik schud het nu uit mijn mouw, volgens mij klopt het. Maar check, de kijkers mogen er even checken. Maar dat geeft aan, dit is een wedstrijd op zich. Het is een wedstrijd op zich, dus daar moeten we denk ik verder richting de rest van het seizoen niet te veel conclusies aan verbinden. Nee, ik kan me wel tot slot goed voorstellen dat iedereen bij Ajax en voorop Erik ten Hag zoiets heeft met de onrust, met de wat mindere wedstrijden van de laatste weken, maar ook spelers die vertrekken, alles rondom ten Hag. Een prijszondag zou wel voor heel veel rust zorgen in Amsterdam. Absoluut, dat denk ik zo ook. Freek, mag je nog een voorspelling vragen? 1-1, penalties. Dat zou wel mooi zijn, hè? Dan gewoon penalties. Zo. En dan Stekelenburg die dan naar de hoek moet, na 120 minuten gespeeld te hebben. Ja, nee, voor het keepersverhaal zou het natuurlijk waanzinnig zijn als het penalty wordt. Zit ik nu te denken, hoor. Dat je dan met Mofoko en Stekelenburg dat die het moeten gaan uitmaken met elkaar. Dus nou, ik zet in penalties. En ja, ik roep de hele week al, als mensen het allemaal me vragen. Ik denk echt dat PSV de beker gaat winnen. Dat werd mij door Arco Nokje gisteren in de podcast niet met dank afgenomen. Maar ik ga niet lopen draaien. Ik denk dat PSV wint na penalties. Nou, Pieter Zwart, de analist, geeft aan dat Ajax gaat winnen. De club wat je van Ajax denkt dat PSV wint. De conclusie, Freek... Marco Timmer? Wat zegt Marco? Marco Timmer heb ik niet gesproken vandaag. Ik zal hem eens even bellen zometeen. Ja, dat is een goed idee. De conclusie van het verhaal is in ieder geval dat we een hele spannende bekerfinale gaan krijgen. Dat is op eerste paasdag, zondagavond, 6 uur in de Kuip. Freek Jansen is er uiteraard aanwezig. Na afloop alle reacties daarvan aan. Analyse van Pieter Zwart op VI Pro. En alles wat daar nog uit voortkomt. Freek, dankjewel. Veel plezier in de Kuip zondag. En jullie veel plezier met kijken.